De nieuwe Centrale Bankwet 2022, Bankwet 2022, die in juni vorig jaar door de Nationale assemblée is goedgekeurd, is gisteren, dinsdag 18 april, door president Chendrikapers Ad Santokhai bekrachtigd. De president maakte gisteren in het parlement hier melding van. Het parlement heeft in de voorbije maanden herhaaldelijk gevraagd naar bekrachtiging van de wet. Tijdens de debatten gisteren over de koersbeheersingsmaatregelen werd weer de vraag gesteld. De versterking van de leiding van de Centrale Bank van Suriname, CBVS, is onderdeel van het aangekondigde pakket van koersbeheersende maatregelen van de regering. De president zei gisteren. Dat de centrale bank als monetaire autoriteit sterker en actiever moet gaan functioneren. Gewezen wordt op de toezichthoudende en controlerende taken van de moederbank op het financieel en monetair gebeuren. Roep om vervanging, gouverneur, tijdens de debatten in het parlement over de koersontwikkelingen ruim. Twee weken geleden was zeer opmerkelijk de ongezouten kritiek van de VHP-fractie op de leiding van de centrale bank. Er werd zelfs openlijk geroepen om vervanging van gouverneur Maurice Roemer. Het debakkelen rond de OMO's, open heeft ertoe geleid. Dat er meer overtollig geld in de economie terecht is gekomen. Terwijl het juist de bedoeling is om geldhoeveelheden in omloop af te romen. Dat wordt in de schoenen geschoven van de huidige gouverneur. De VHP-fractie onder aanvoering van ASIS Kumar was niet mild met haar kritiek. Dat de bank zich niet goed kwijt van haar controlerende en toezichthoudende taak naar het bank- en financieel gebeuren toe. De nieuwe bankwet bevat wettelijke bepalingen en procedures die de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Suriname moeten waarborgen. De nieuwe Bankwet 2022 is in essentie bedoeld om politieke beïnvloeding vanuit de regering of enig andere instantie op de centrale bank te voorkomen. President Shantokhai zei eerder hierover in het parlement. Dat de regering precies ook dat wil. De regering zal en moet daarom de wet afkondigen. Maar niet alvorens de noodzakelijke voorwaarden in place zijn. Zei hij eerder. De wet voorziet onder meer erin dat de directie van de moederbank gevoerd wordt door een college van directeuren in plaats van door de gouverneur alleen. Die directeuren moeten alvast conform de voorwaarden en criteria genoemd in de bankwet. Geïdentificeerd worden, alvorens overgegaan kan worden tot afkondiging van de wet. Zei de president eerder in het parlement. Wijzigingen in leiding verwachtbaar. De oude bankwet van 1956 bood onvoldoende institutionele onafhankelijkheid van de centrale bank. Omdat de regering aanwijzingen kon geven aan de bank en functionarissen benoemen om zitting te nemen in het toezichtsorgaan van de bank. In de nieuwe bankwet 2022 is expliciet het verbod opgenomen voor de staat en elke andere instantie. Of instelling om de bank te beïnvloeden of te instrueren. Een politiek onafhankelijke centrale bank is een van de voorwaarden van het IMF om zaken met een land te doen. De mededeling van president Santokhai dat de bankwet gisteren is bekrachtigd impliceert dat thans alle voorwaarden in place zijn. Waaronder het identificeren van de kandidaat-directeuren van centrale bank. Het is dus te verwachten dat er binnenkort wijzigingen zullen komen in de leiding van de centrale bank. Of daarbij ook een andere invulling zal worden gegeven aan de functie van gouverneur van de bank, nu. Is dat Maurice Roemer, is nu nog niet helemaal duidelijk. Maar de openlijke roep van de VHP-fractie om vervanging van de gouverneur spreekt wel boekdelen. In de wandelgangen circuleren reeds enkele namen waaronder die van voormalig CBVS gouverneur Glenn Gersie. SS